Tom van Grieken, welkom in onze nieuwe radiostudio's van Business M. Uh, goeiedag. Goeiedag. Hoe blik je terug op 2022? Wel, het was wel een, een, een bijzonder jaar, zoals ieder jaar wel bijzonder is, maar uh, we hebben een oorlog gehad op Europees grondgebied, dat nog steeds bezig de is. De schandalige inval van Rusland in Oekraïne, dat toch zeer bepalend is geweest voor niet alleen de Binance, maar uiteraard ook de de buitenlandse politiek, wat wel wat consequenties heeft gehad. Dat conflict was niet een conflict tussen twee staten alleen, maar heeft een direct effect gehad op de politiek in binnenland en op de bevolking in het algemeen. Mm -hmm. En waren jullie daar klaar voor? Was dat, want het was toch verrassend op een of andere manier? Zeker ook omdat je uiteindelijk ja, dat Russische gezag, die, die figuur van Poetin, toch ook ergens bewonderde. Nee, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ik heb wel ontdekt dat uh, uh, er een nieuwe ...politiek, ethiek is. Mm -hmm. Er ontstaat een virus, er sterven mensen, het schuld van het Vlaams Belang. Er ja, valt in één no, land... Dat heb ik en, gemist. En, 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 het, was dat een schuld van Vlaams ja, Wij waren de, de anti-vaxxers, het was allemaal onze schuld. Wij waren onverantwoord toen we kritische vragen stelden. Uh, Poetin, een oorlogzuchtig iemand valt er in de land in. Onze schuld. De inflatie stijgt, het is onze schuld. Wacht, wacht, wacht. Dat was een wacht. nieuwe trend, dat was een nieuwe trend die ik moest vaststellen. Dat vind ik iets te makkelijk. Hè? De, die, die corona... Daar bespeur... Ik kan ik niet de vinger op de wonden leggen hoe dat... De schuld zijn aan Vlaams belang. Maar dat er banden waren tussen het Russische regime en mensen van uw partij, hè, om Filip de Winter bijvoorbeeld niet te noemen, ja, daar kan je toch niet flauw over doen? Er zijn formeel geen banden. Er is iets ongelukkigs gebeurd, vlak voor mijn vaderschap nog, in de krim, dat er een paar kornuiten ertoe zijn ja. Hebben we toen afgekeurd, en na negen jaar later nog steeds voor de voeten wordt geworpen. Vind ik een beetje uh, flauw, uh, maar om het er niet flauw over te doen, uh, na de val van de Berlijnse muur, als je intellectueel eerlijk zei erover, uh -huh. had heel het Westen gedacht dat, dat Rusland een natie zou zijn zoals zoveel. Maar wat blijkt, het is sterker dan zelf, Het blijft een imperialistische, oorlogzuchtige natie die geen enkel respect heeft voor soevereiniteit. En het uh, heeft me wel gestoord in 2022 uh -huh. dat dus uh, jihadisten meevochten met Poetin en de nationalisten verdedigden Oekraïne en wij zouden plots aan de kant van de jihadisten staan. Ah, wacht, hoe, waar hebben we de jihadisten mee gevochten met Poetin? We zien de Tsjetsjenen, dat duidelijk jihadisten zijn. De Tsjetsjenen, dat echt beesten zijn. Die stonden aan de kant van Rusland en wij zouden die verdedigen en niet de rechtse nationalisten in Oekraïne. Mm -hmm. Ik vond dat altijd een heel gekke reden. Dat is Syrië nemen. natuurlijk tegenovergestelde gedaan, hè? want daar is Rusland de jihadisten bevochten eigenlijk. Hè? Maar... Ja, dat klopt oh, inderdaad. Maar ja. in dit conflict vond ik dat heel gek ja. dat wij niet aan de kant van de nationalisten zouden staan. Maar goed, ik stel zo'n dingen vast in 2022. Dat er uh, de, de, het buitenlands conflict daarop, ja. werd gebruikt om een politieke tegenstander te stigmatiseren. Ja. Maar het is niet gelukt, want de kiezer gelooft al die praatjes niet. We doen het uh, goed in de peilingen. Mm -hmm. En laat me daar aan sluiten in mm -hmm. 2022. Maar over dat conflict, um, je bent, als ik niet vergeet, ook dit jaar naar uh, Polen geweest, naar Hongarije, om contact gehad met die leiders. Uh, het sentimentar is uiteraard heel, uh, helemaal anders. Er is heel veel solidariteit met de Oekraïne. Um, maak eens daar de analyse over, want dat is toch ook een soort nationalisme, een volksnationalisme, dat, dat toch duidelijk een, een veerkracht heeft. Oh, maar, maar zonder meer. Wij, ook, wij zijn nog steeds solidair met het Oekraïnse volk. Er is maar één schuldige, dat is Poetin. En de slachtoffers, dat is de Oekraïnse. Bevolking. Mm -hmm. Maar op het einde van de rit gaat het ook over uw eigen belangen, hoe u ziet u energiebevoorrading en zo. En uh, dat die solidariteit er moet zijn, zeer zeker. Maar mm -hmm. uh, ik hoed mij een beetje voor alle stoere uitspraken, zoals de Kroot deed: we gaan eens, uh, militaire wapens sturen. Nou, geen kunnen sturen, wat werden ze zelfs niet. Heel veel grootspraken. Het heeft mm -hmm. een beetje een vies gevoel dat uh, de liberale elite in West-Europa. Uh, dit conflict zou uitvechten tot de laatste Oekraïner, maar hun handen niet echt vuil wou maken. Ik heb er een heel vreemd gevoel bij, hoe dat die oorlog misbruikt is op kap van mensenlevens, voor hier een politieke oorlog te voeren. Ja, die, niet mijn manier van politiek te doen. Mm -hmm. Bijkomstig natuurlijk energiecrisis, hoe kijk je daarnaar? Wel, de energiecrisis is iets waar wij, en I told you so, uh, ik gebruik het niet vaak, maar in deze heeft het Frans belang dat het altijd wel bij het rechte eind gaat. Ik draai niet zo lang mee in de politiek, want mm -hmm. ik heb het verslag uit het parlement oh, gelezen. We de tweede langstzittende voorzitter na Bart De Wever. Ja, maar in 1999 was ik nog niet voorzitter. Ja, ja. En uh, daar ligt eigenlijk de sleutel van veel zaken. Dat is de eerste keer dat we paars-groen zien. De eerste keer dat ook Vivaldi, à die la lettre... Guy dat premier. Giveros dat premier. En wat gebeurt daar? Zij verkopen Electrabel aan de Fransen. Zij vinden hun energiesector geen strategische sector. Ja, wacht, nu moet ik toch een klein beetje tegenspreken. Hè? Want... Electrabel was eigendom van de generale maatschappij en is zo aan de Suezhandel... Waar, waar een groot aandeel van de overheid... Ja, België had een aandeel... En had perfect maar... veto kunnen stellen als zo'n dingen zouden zijn, mm -hmm. want... Het strategisch belang van de energiesector was voor ons altijd essentieel. Mm -hmm. Nee, zeiden de Liberalen in 1999. Je zult wel zien tegen wij Vlaands Belang, we waren weer de Linkse toen. Uh, want de liberalisering van de energiemarkt, de prijzen zouden dalen en er gaan nooit meer oorlog zijn. Dan zeggen hoe hopeloos naïef kunt je zijn. Mm -hmm. De prijzen zijn niet gedaald. Wie liberaliseert er nu een monopolie? Iedere econoom zal u kunnen zeggen, een monopolie liberaliseren is geen liberalisering. Dat gaat de facto niks veranderen. Mm -hmm. En twee, kijk, er is oorlog en wij hebben niet meer de hefbomen om energiemaatregelen te nemen dat andere landen die nog wel die strategische sectoren in handen hebben gehouden. Dat is zeer, zeer pijnlijk. Wij plukken de zure vruchten van het beleid van Paarsgroen paars onder Verhofstadt. Mm -hmm. En als het nu aan, aan jullie zou liggen, wat gebeurt er dan met die kerncentrales? Nationaliseren? Of, of... Kerncentrales, wij zijn net er... Op lange termijn denk ik, moet je gewoon een, twee nieuwe, minstens één nieuwe kerncentrale bouwen en dan er zo lang mogelijk open houden. Het uh, nationaliseren van kerncentrales heeft een, een vieze bijklank, maar op zijn minst zouden er zeer strikte spelregels moeten kunnen zijn. kan misschien privé uitgebouwd worden met zeer duidelijke, heldere richtlijnen wat zo'n privéspeler wel of niet kan doen. En zonder minder tegel, dan grijpt de staat in. Mm -hmm. Ik denk dat over gas, water, elektriciteit, dat zijn essentiële dingen om je economie te doen draaien, om mensen. Te eten te kunnen geven, een dek boven je kop, daar mocht je niet geheel aan de liberalisering overlaten. Noem eens een, een hoogtepunt voor jezelf in het afgelopen jaar. Ah, voor mijzelf? Um, ja, dat kan ik niet rond. Uh, ik heb uh, op 22 augustus een rooschattig bolletje in mijn handen kunnen nemen. Mijn uh, eerste dochter, mijn tweede kind. Mm -hmm. Ja, dat is... Ja, toch telkens. Je eerste je de dochter, ik ga ervan uit dat er nog gaan volgen dan? Of? Uh, ik heb eerst een zoontje en nu heb ik een dochter. Ah, okay. Ik heb zo waar ja. een, een, een koningswensje gekregen, dat is ja. overtuigd Republikein. Uh, er mogen rustig nog uh, kinderen komen. Maar uh, nu twee kinderen is toch wel een hele. Uh, uh, opgave om die allemaal tijdig klaar te krijgen. U, u weet dat of u weet dat niet. Mm -hmm. Ik ben van de ochtendshift. Ah, ja, oké. Okay. Dus uh, ik ben diegene waar het wekker gaat. Ik, uh, ja, haal mijn maar dat is misschien ter compensatie voor uw afwezigheid. Ik ben er nooit met de avond. Of voilà. Dus ja. ik haal ze uit bed, geef ze eten, ja. breng ze naar de crash. En dan, uh, dan begint mijn dag, maar s'avonds ja, facetimen. En dat is dan een beetje. Uh, uh, Soms wat, wat zielig en erg dat je er niet kan bij zijn. Maar dan heb ik toch altijd iedere ochtend, zie ik mijn kinderen en dat vind ik toch essentieel. Is er een politiek hoogtepunt ook voor u? Wel, um, ik kan er niet specifiek op één ding pinnen. Maar ik ben eigenlijk wel onder de indruk of eigenlijk trots wat wij presteren in dit parlement. En wat we als partij, als collectief doen. Mm -hmm. Wij zitten nog, denk ik, heel 2022, de grootste partij of de tweede grootste partij. Al zeer hoog de enige partij. Uh, die zo consequent boven de foute marge zo hoog scoort. In de peilingen. In de peilingen. Wat ja. uh, hij altijd is dat je boven de 20 gaat. Dat is al zeer hoog. Dat is, dat is niet zo'n niveau waar dat je constant kunt aanhouden. En daar slagen we nu, ook in 2022, nu bijna drie jaar aan een stuk in, om toch dat niveau vast te houden. Een beetje dalen, een beetje stijgen. Uh, daar ben ik eigenlijk wel trots op. Want je zou kunnen zeggen, die regering in het begin, ze krijgen wat krediet, ze moeten wat inlopen. Mm -hmm. Maar uh, ik denk dat we dat daar eigenlijk. Uh, door de band genomen. Er is nog gro groeimarge op, op mm -hmm. wat, we, wat we nog beter zouden kunnen doen. Daar ben ik eigenlijk wel trots op, vergeet niet, uh, Wouter. wij zijn daar met 40 neofieten in dat parlement binnengekomen, hè? mensen mm -hmm. die eigenlijk geen parlementaire ja. ervaring hadden, een organisatie die terug van nul moest opgebouwd worden. Dan zie je waar we nu staan, misschien ook corona. Goede fractieleiders denk ik dan ook, of niet? Ah, oh, maar blind vertrouwen in Christianse en Barbara Pas en zo. Mm, dat zijn ook, echt uw twee. Uh... Dat zijn mijn twee luitenanten, ja. zonder meer. Ik, kan, uh, ik volg fractievergaderingen in de kamer op het Vlaams Parlement, om iets te doen. Korte lijnen, eh, voelen direct aan wanneer ik ingeschakeld moet worden of niet. Um, ja, een plezier om eens samen te werken. Um, ik, ik had zelf opgeschreven, jullie, je hebt in Europa natuurlijk ook wel een evolutie. In Zweden een minderheidskabinet met de steun van extreem rechts. Italië misschien het meest sprekende voorbeeld met Meloni. Uh, hoe, hoe kijk je daarnaar? Ten eerste vind ik dat niet extreem rechts. Ik, vind dat, ik heb een voornemen voor 23. Iedereen zal zeggen dat wij extreem rechts zijn. Extreem rechts betekent gebruik maken van geweld en antidemocraten. Ah, dus we mogen nu niet meer extreem rechts zijn. Ik vind ook niet dat we extreem rechts zijn. Ik zal ja, me nooit. Hoe echt... u dan omschrijven? U mag mij rechts noemen of Vlaams-nationalistisch, rechts Maar ja, maar dat bestaat al. Dat is NVA dan ook. Dus dan... Zij zijn... wat, wat is het onderscheidende? Het onderscheiden is omdat wij echt nationalisten zijn, dat wij echt voor onafhankelijkheid gaan en echt tegen migratie zijn. Ze <laughs> okay, zijn niet. Er is een groot verschil. Ze hebben er zegt partijen. tegen de pers van. Ja, we zijn niet meer rechts, dan Moet je een, ja, maar, een alternatief hebben. Kiest u een andere term? Ik ja. zeg alleen maar wat ik ben. Ik ben ja. een rechtse Vlaamse nationalist. Extreem rechts ja. is een term dat je kunt zetten op uh, groepen skulers die geweld willen gebruiken, democratie. Ja. Dat heeft mijn partij Radicaal rechts dan daarin. Radicaal rechts kan ik mijn leven al hebben we sinds de radicalisering van uh, jihadisten heeft de term radicaal ook al iets negatief gekregen. Maar de term radicaal als dat wil betekenen consequent dan zijn, ja. dan wil ik graag. Er was toen een tijd zijn. dat Vlaams belang daar trots op was uh, ja, ja. om radicaal te zijn. Maar dus dat... ik ben trots dat ik radicaal ben, trots ja. consequent in mijn houding vanuit mijn programma en ideologie. Ja. Uh, het is jammer dat door die uh, jihadisten en die strijders het radicalisme ook in een extreem hoekje is terechtgekomen. Te maar voor uw vraag te antwoorden, de trend in 2022 is wel. Zo, dat er partijen als de onze, in Zweden, Italië, de voorbeelden die u aangeeft zijn, zijn correct. Daar ziet je wel dat die trend er is, electoraal scorend en met dat electorale overwinning daar ook iets mee doen. En ja, ik denk u, dat u, u, u weet wat ik ga vragen, hè, maar. Ja, maar ik denk dat dat dus de, de uitdaging is. Um, is dat evident en is dat een certitude, een zekerheid? Uh, nee, maar ik kan wel heel veel eraan doen, bijna alles, omdat. Te bewerkstelligen, maar it takes two to tango. En men, um, ik volg die, die buitenlandse politiek nogal nauwgezet. Ah, ja. Als u denkt dat het ja. tussen Meloni en Salvini altijd roze geuren en maneschijn nee, zijn, of in Zweden, natuurlijk niet. En het mag kletteren, het mag botsen. Maar ze hebben is. wel de discipline ja. om na de verkiezingen wel aan tafel te zitten. En ik weet, want ik heb die cases bestudeerd, ja. ook in het buitenland, dan zijn er op voorhand aan lijnen. Kijk, hoe ver gaan we dit conflict en laten die zijn lopen? Er niet, die zijn er niet. Die volwassenheid... Bart Wever heeft u wel dit jaar een heel duidelijke boodschap nog eens gegeven. Hè? De welke? geeft er zoveel. Nee, Wat je zei van uh, Tom van Grieken moet keuzes maken intern. En als hij met een aantal mensen verder gaat, die zijn voor ons onaanvaardbaar. Er is letterlijk de naam van Dries van Langen over gevallen. Uh, ja, dat, is, dat is wel een duidelijke boodschap, toch gezegd. Ja, hij moet zijn, zijn kot op orde zetten en zijn grote keuze. Ik, ik weet niet of je die woorden gebruikt heeft, maar, maar daarover draait het wel. Hè? Maar is dat niet een beetje vreng dat diegene die verkiezingen verliest en peilingen verliest, aan degene die zegt die verkiezingen wint en hoogst in de peilingen, hoe hij zijn partij op orde moet houden. Ik vind, ik vind, maar dat is geen antwoord op een grond. Ik vind hè, want... dat een misplaatste vraag en ik, vind, ik oordeel ook niet wie de NVA op zijn lijst zet. Het is figuur waar ik politiek mijn bedenkingen bij heb. Maar als we eens echt consequent doordenken. We hebben Peesters gehad die met de, het geld voor de overstromingen zijn gaan lopen. Peesters is een schandaal uh, in het Europees Parlement. Je kunt geen corruptieschandaal noemen in dit land, want er zitten wel twee Peesters tussen. Maar daar wil hij een historisch akkoord mee sluiten, maar met mede-Vlaamse socialisten niet. En dan okay, kunnen, we hebben, kunnen we het infantiliseren ja. wie ze op de speelplaats. Ik vind hem niet leuk en ik vind hem niet leuk. Who cares? Het gaat erover dat ja. de kiezer een rechtsbeleid krijgt. Ik doe niet mee aan dat niveau. Ik vind hem niet leuk. Het gaat hier niet over persoonlijkheden, het nee, gaat nee, over het programma. Ik, maar het is wel besproken geweest tussen jullie. Hè? Nee, dat is niet zo. In 2019? Nee, ik ben daar formele... Hij heeft nooit geen woord over gezegd? Nooit formele woorden. Dus zij heeft dat verzonnen? Hij zegt dat nu, hij heeft dat eerst drie jaar niet gezegd, en nu zegt hij dat wel. Daar ben ik het... kan ik formeel in zijn, dat dat niet is... Maar dat is mij destijds toen ook wel zo verteld, dat er wel degelijk daarover... Ik zag het niet in uw boek zelf, dat hij dat ik niet verteld. Ik van wel, ja. Ik ben zeker van niet. Nee. Dat is niet gezegd geweest. Ja? Het is geen issue vind, geweest. Vind, het lijkt mij wel een, 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 een terechte bekommernis. Uh, vanuit NVA va dan. Hè. Ze zeggen van ja, wij willen met die partij onder voorwaarden wel gaan praten, maar niet met een aantal figuren. Wouter, je die... mocht u geen oor laten aannaaien. Als figuren. Die... Okay, Dries, dus, ja, Dries, we, we Dries, De Winter, Sam ja. en zo. Die zat ook al in de partij toen ik het onderhandelen was. Mm -hmm. Wat een perfect Dat was ze argument gewend kunnen opwerpen om de onderhandelingen af te breken. Maar even Italië, want je zegt, die case is heel interessant. Hè. Lega enerzijds, partij van Salvini, dan heb je de, de partij van Meloni. Um, Salvini zit bij jullie in de Europese fractie, is eigenlijk jullie evenknie daar, hè, samen met uh, Marine Le Pen en zo. Sal, uh, Meloni zat eigenlijk, zit eigenlijk met haar partij, een fractie van NVA. Ja. Um, en de Poolse premier zit in de fractie van de Juist, NBA, Ja. En de Zweden dus democraten zitten erbij. Dus weet je dat, weet wat heel grappig is? Ja, nee, zeg maar. De <laughs> NVA nooit verschijnt bij die Europese partij. Ze hebben schaamte om erbij te zitten. Men zou eens moeten weten mm -hmm. hoe die rechtse partij die aan de macht is in Europa praten over de NVA. Die, zit, mm -hmm. die NVA-parlementsdelen zitten, zitten daar niet graag. Die willen bij de EVP zitten, bij de christen En Ze mogen niet. Ze zitten er heel ambigu. Terwijl je merkt die een trein is vertrokken en uh, ja, de NVA wil daar absoluut niet op zitten. Maar blik is vooruit dan naar 24. Hoe eindigt dat dan tussen jullie en NVA? Oh, dat weet ik niet. En uh, dat weet ik oprecht niet. Het enige wat ik wel maar, weet is. Maak is een speculatie of een, een inschatting? Uh, dat is gevaarlijk. Hè? Op hypothetische dingen maar. Mijn analyse na de verkiezing was de volgende. We moeten de grootste partij worden tijdens de volgende verkiezingen, dat initiatiefrecht voor die Vlaamse regering bij ons terecht komt. En idealiter hebben we samen 50% met de N-VA en dat zien we wel. We hebben recent een peiling gehad bij de con van de VTM en dan plots hadden wij 25,5%. De n bleef 3% onder ons en plots had de Wever de zondag nadien. Een deur op een kier al terug. Ja, ik ben geneigd misschien toch wel iets te doen. Dus gemerkt oh, wacht, dat wel dat die... was dat, dat je... gesprek waarin hij zei: van langen moet eruit. Dat is wat hij zei als ja. voorwaarde. Maar is het de de, een deur op een kier? Je echt de deur op een kier, denk ik, of wel? De vorige quotes van de Wever waren, als ik me niet vergis, ik stop met politiek als we het vast wel in coalitie gaan. Ja? Dus nou, vanuit, ik ben geneigd ja erop te antwoorden. mits wat voorwaarden is volgens mij toch een trend in de goede richting. Dus wel, welke hmm. conclusie kun je daaruit trekken, denk ik? Ja? Als wij groot genoeg worden en groter dan n VA, dan is er dingen mogelijk. Dat de Wever zijn strategische keuzes nu doet. En ik vind het ook niet slecht, meneer de Wever. Uh, ...heeft een zeer grote intelligentie en een strategisch vernuft. Hij moet naar dat centrum. Hij moet die machtspartijen zoals VLD en CDMV... Mm -hmm. ...hij moet die leeg zien te eten. Doe maar. En dat, dat, dat betekent dat, wij, dat hij tot dan schaaldup met ons. Oh, geen probleem. Uh, geen probleem. Ik vind dat niet fijn. Maar ik snap mm -hmm. wel zijn strategische overwegingen. Mm -hmm. Dan laat dat maar gebeuren. Als er maar een volwassen houding is na nou, de verkiezingen. Want dat verwacht ja. de kiezer van ons. En dat is op Vlaams niveau... Wat zegt de koning straks in 24 tegen u, denk u? Dat weet ik niet. Wie had gedacht dat ik in 19 naar de koning moest gaan? T het was verrassend van zijn kant en ook wel een grote zet van het paleis om, om jullie te herkennen. Hè? Ja. Dus vandaar dat ik denk: wat, gaat die, wat zal zijn volgende gesprek zijn met u? Hij heeft alvast in onze bondgenoten, als het gaat over herstelbetalingen aan Congo, of sorry zeggen, daar kunnen we elkaar al vinden. We kunnen dan over iets babbelen waar we het over eens zijn. Um... Noem eens iets dat je liever anders gedaan had dit jaar. Uh, in de heat of the moment betrep ik mezelf er soms op dat ik toch tegen politieke tegenstanders. Uh, misschien soms wat persoonlijk word. Zeker in Twitter en zo. Dan ge mm -hmm. ge gebeurt het al eens dat de. Uh, de uh, de concurrentenomhengsvermogen wel eens durven vervagen. Uh -huh. En dat vind ik dan achteraf wel jammer. Als ik nu soms dat tweets van mij herlees waar ik in discussie ga. Um, beter eerst nadenken. Ja. Niet, uh, niet beter eerst nadenken, maar soms een klein woord weglaten of een kleine nuance. Ik kan het verschil maken. Um, zou ik daar sorry voor zeggen? Nee, we zijn grote jongens. If you can't send the hits, you kitchen. Er is één moment geweest ja. in de kamer dat ik u eigenlijk nog nooit zo kwaad gezien had. Uh, toen het woord mij werd afgenomen. En ja, het, met het goh, is heel moeilijk om te reconstrueren, maar misschien moet je toch eens. Want... Heel eenvoudig ging het hierover. Um, er werd door uh, de minister beweerd, mevrouw Kittier, staatssecretaris, dat ze wegens gezondheidsredenen. Nee, nee, minister. Ja, sorry. Maar uh, door een iemand van de regering beweert dat mevrouw Kittier. Ontz, uh, een stapje terug nam wegens gezondheidsredenen. Mm -hmm. Nu bleek uit verschillende bronnen in de pers dat dat een aspect was, maar het vooral was het onvrede van het socialistisch hoofdkwartier. Dus ik stel daar vragen over. Wat is de, de echte risico intern op haar kabinet? Voilà. Dus ik stel daar vragen over. Dan gebeurt er iets zeer merkwaardig. Uh, men is soms boos dat we vragen stellen. But I do not care dat mijn tegenstanders boos zijn. Je, je, je formulering was wel hard. Hè? Was, uh... Maar altijd, met twee woorden, altijd, zou mocht dit waar zijn. Mm -hmm. en, en, en. en dan gebeurt er iets heel gek. Mevrouw uh, Tilieu, in het vragenuurtje, mag ik de vraag Kamer voorzitter? Stel, er, ja. Geeft het woord plots aan een ander Kamerlid, Valérie van Peel, die ik trouwens persoonlijk wel apprecieer. En we zeggen, maar dat mag helemaal niet. Oh, Reglement mijn botten roept ze. Waarbij het er dan nou is, niet alleen de premier mee kan aanvallen, maar ook Kamerleden. Helemaal niet conform het reglement. En ik zeg: Ik aanvaard dit niet als iedereen mag tussenkomen, maar ik op iedereen repliceren. En ik kreeg het woord niet meer. Ik mocht niet meer repliceren. Nu, uh, dat u mijn vraag, of mij als persoon misschien niet leuk vindt, tot daarom toe. Mm -hmm. Maar ik sta er niet als Tom van Grieken. Hè. Ik sta er als een vertegenwoordiger van 800.000 kiezers. En er zijn in dit land geen A of B parlementsleden, er zijn geen A of B burgers. En het reglement geldt voor iedereen. Want dan kun je democratie weggooien. Het is dan en, wel straf dat dat uitgerekend oppositie is die dat dan mee instigneert. Hè? Ja, ik ben, um, ik ben uiteraard heel boos op Valérie, omdat ze, dat, ze dacht politiek ermee uit te halen op een emotioneel moment. Ik denk niet dat Valery een strategische of overweging iets was. Dat is hè? Dat weet ik dus eigenlijk niet. Ik, denk dat er een, een ik vermoed dat er een emotionele opwelling mm -hmm. was. Maar tilieu is daar de mist in gegaan. En dat is ja. uitgedraaid op een klasje in Vlaams Belang. Maar het is vervriend en vrij duidelijk dat mevrouw Thillieu een zwakke, kamer. zwakke kamervoorzitter is. Hè. Een politiek debat mag uh, knitteren. En toen uh, was ik nadien een verhaal bij haar gaan halen en zei ze zo Ja maar, maar meneer Van Grieken, u ziet toch, uw vraag werd niet geapprecieerd door de anderen. Ik zeg, ah. I do not care is niet om te oordeel. U moet het reglement toepassen. Ik hoef geen vrienden te maken in de halve rond. Ik hoef mijn kiezers te vertegenwoordigen. En mijn rol als parlementslid om de regering te controleren, uit te oefenen. En geef me die kansen niet toe. Dat was eigenlijk zijn jullie, een... Zijn jullie nog altijd te paar, jaar zo? Voel je dat? Of is dat uh, minder geworden? Oh, ik um, Je kunt eigenlijk moeilijk aan mij vragen. <laughs> Voor twee redenen. Ik kom uit het Vlaams parlement. Oorspronkelijk, de eerste legislatief in het Vlaams mm -hmm. parlement. Dat is de omgangsvorm... Uh, hoffelijk, correct, ja. je merkt wel een cultuurverschil. Waar groenen gerust mee een pintje drinken, of uh, uh, na de zitting, of nog uh, uh, een glaasje salade of een koffie, of ja. met de kinderen, uh, durven groenen ons amper aan te kijken, want dat zou Ecolo denken. Federaal bedoel je? Ja, ja, waar ja. federaal iets compleet anders is. Nu, uh, vind ik er persoonlijk nogal redelijk vlot door, omdat ik weinig aversie persoonlijk opwek, mm, maar ik maar merk zei. wel dat daar een cultuurverschil is, hoe dat uh, federaal naar het Vlaams belang wordt gekeken, ten Vlaams. Mm -hmm. um, wat verwacht je van 2023? Dat de regering valt. <laughs> ik hoop dat. Ik weet ja, het is een nuance tussen hoop en verwachting. Want ik, ja. denk je dat die, dat die val die kan of zal vallen? Ik kan er alles aan doen. Ik heb ooit al eens de regering uh, doen vallen in zaken het Marrakesh Immigratiepact. Um, dat hebben ze misschien zichzelf ook wat aangedaan, denk ik. Ja, tuurlijk. Ik... Het is nooit alleen de verdienste van de oppositie. Ja. Maar uh, laten we zeggen dat de druk van de oppositie uh, daar toch uh, een ja. rol heeft gespeeld. Um, het probleem is natuurlijk, uh, ik denk niet dat het gaat gebeuren. He, weet, je, weet je waarom? Hmm. Omdat Vlaams Belang te hoog scoort in de peilingen. Wij zijn het cement van die Vivaldi regering. He. Ze hebben die regering ook gevormd tegen het paarlijke ja, duo Buijzen spreken en ja, Vlaams Blank en dat is het enige cement. Maar als dat wegvalt dan ziet je gewoon dat die elkaar naar het leven staren die politieke partijen en ja we blijven op het einde van de rit is er nog eens een gevoel in Vlaanderen, wij hebben niet gekozen voor deze regering. De eerste en de tweede partij van het land zijn uitgesloten geweest. Maar is dat niet de beste garantie dat ze zullen verder doen in vier Ja, daarmee dat ik zeg dat, ze, dat dus het jammer aan de zaak is, hoe hard ze elkaar niet meer leuk vinden, je voel dat aan alles, um, gaan ze toch blijven verder doen, want ze hebben zoveel schrik van dat Vlaams Belang. Uh, dus ja, uh, het is onze rol om de druk te blijven... Uh, Uitoefenen. Ik weet niet wat, wat, wat u ervan denkt, maar mocht de Pees nu geen twee corruptieschandalen aan zijn broek hebben, maar met het liegen van de kro, slechte begroting, uh, problemen met de pensioenen te financieren, de pensioenreforming te financieren, ik denk dat je vooral de socialisten in de pees in de PS in oog moet houden. Want dat kan nog wel iets bijzonders zijn. Hoe kijkt u naar, naar het lot van, uh, van Open VLD en van CDV? Um, uh, ik, ik ben mild vandaag. In zaken de CDMV, uh, zij dragen de consequentie van de keuze voor een regering te stappen waar ze mathematisch niet nodig zijn. Federaal is dat dus dramatisch. Ze kunnen er niet uitstappen, ze dus doen gewoon verder. Zij zijn. Uh, ze volgen gewoon slaafs, de pezen en ecoloze in zaken migratie. Nicole de Moore, het is mijn vriendin niet. Ze heeft in de tijd niet de meest rechtse koers gevaren uh, toen hij de, uh, de Zweedse regering er was. Maar die kunnen geen deuk meer in een pakje boter slagen, want ze zijn mathematisch niet nodig. Twee. Ja, even, sorry dat ik je onderbreek. Nicole de Moor is mijn vriendin niet. Vandaag heb je een asielcrisis in de zin dat er ja, plaatstekort is. Uh, er is geen plaatstekort. Nee. Uh, dit is geen opvangcrisis, dit is een immigratiecrisis. Dat is echt de grootste semantieke flauwekul. Cool. We hebben hier maximum aan opvangplaatsen. Dat is ongelooflijk. Je hoort het wel elke dag in de media. Ja, we, uh, openbaar, ongetwijfeld. Waarom op, uh, we moeten stories... moet er eens heel eerlijk over zijn. Ja. Niemand, geen van ons belangrijkere wil, dat er vrouwen en kinderen op de straat slapen. Niemand. Maar waarom is dat enkele dagen gebeurd? Omdat van de 32.000 opvangplaatsen die vol zitten, de helft daarvan alleenstaande mannen zijn. En als men op het globaal cijfer kijkt, dat bijna de helft geen recht heeft op asiel. Dat zijn asielbedriegers die een mooi principe van asiel misbruiken om hier voet aan de grond te krijgen. Maar dat zijn Europese regels, kan zij er dan iets aan veranderen? Men kan zeggen, zoals meneer Lachgaart en owen Vlaams Blok, slogan van andere stof heeft gehaald, vol is vol. vol, is vol. On a déjà donné. En het was de, de migratiespecialist Bossuit die zei. Het is door uh, net te wacht wegrijden dat je net een aanzageffect krijgt. Er is veel dat je kunt doen. Je moet de pull- en uh, push-factoren aanpakken, maar mm -hmm. ik het, 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 het discours hier de tijd tekort is om dat aan te stippen. In zaken de VLT, want voor de Serie mathematisch mm -hmm. niet nodig en het slecht beleid in zaken migratie. Twee voor de VLD, ja, slettage van de macht. Hè. 23 jaar aan de macht. 23 jaar Liberalen aan de macht. Is een staatsschuld in 23 die oploopt 625 miljard. 650 miljard. Een overheidsbeslag uh, van meer dan 55%. Nummer 1, uh, Europees kampioen Belastingen. Migratie, dramatisch. Het is genoeg geweest. Die partij is op. Het enige programmapunt dat we nu nog hebben, is aan de macht blijven. Uh -huh. Mensen voelen dat. En uh, het, het liegen over de begroting, over WhatsApp is en zo. De geloofwaardigheid is weg, die partij is op. En liberale partijen doen het nergens goed in Europa. Dus die kanseliersbonus. Oh, uh... Dat vind ik moeilijk in te schatten. Ik weet niet wat het, het nog van de Kroes zal zijn in 2024. Uh, ik dacht dat hij in 9, 19 al niet meer zoveel zou zijn, maar zijn persoonlijke score was toch aanzienlijk. Dat moeten we niet, niet ontkennen. Maar die, die affaire van de Bleeker en haar ontslag heeft er toch wel ingehakt, denk ik? Hè? Uh, ja, nog niet weinig. Mocht, uh, de Kroes heeft één groot geluk, weet dat. Dat uh, femicide, dus uh, verzwarende omstandigheden, oh, moord op vrouwen, persie. dat er nog niet in het strafrecht staat. Oei, Want oei, oei, eerst Gwendoline Rutte politiek vermoord, ja. Eva de Bleker. Voor iemand die ooit een boek heeft geschreven van de Eva de Vrouw, is dat toch wel uh, zeer opmerkelijk. U zegt het. Um, welke goede voornemens uh, voor uh, volgend jaar? Wel, dat, is, dat is een, een persoonlijk uh, voornemen. Dat is toch uh, en toch nog meer tijd maken voor. Uh, maar u zegt rekening. dat elk jaar, hè? Ja, ja maar, ja. maar we gaan naar bijvoorbeeld aan alles zij nog. Allez, ja. uh, u, u volgt de politiek al heel lang. Nog zes maanden na die zomervakantie is iedereen weer zo zenuwachtig dat die verkiezingen eraan komen. Uh, dat sloopt ieder moment, ieder uur, uh, uh, sloopt het dan in de politiek. Dus als er nog een moment is in de komende zes maanden. toch nog eens proberen is een weekendje te plannen. Ik ga al niet zo graag op reis, ik ben al een workaholic. Maar ik merk wel met een tweede kind erbij dat we dat, dat nodig, nodig hebben. We hebben het nog niet gehad over um, een, een, iemand die het in de peiling ook goed doet en die heel expliciet u eigenlijk als, als vijand gekozen heeft. Hè? Die zegt van, ik, uh, ik zit bijvoorbeeld mijn YouTube-reeks op YouTube omdat ik het niet wil. Ik denk dat hij de woorden klootzakken gebruikt heeft en niet aan die klootzakken laten. Uh, hoe, hoe, kijk, hoe kijkt u naar Conor Rousseau? Hij moet zijn, zijn parcours lopen. Um. Ik hou ook niet van dat taalgebruik. Je zult mij zelden of nooit uh, zo schildwoorden zien gebruiken. Of misschien geleerd van Bert de Wever, die mij Paljas uitschold en zo. How times are changing. Dat de systeempartijen de oppositie uitschilden. Mm -hmm. Dat is ooit anders. Maar goed. Uh, ik kijk vooral dat hij veel ons uh, vormelijk naapt. Tom begint met een podcast. Hij begint met een podcast. Wij zitten op YouTube. Hij begint op YouTube. Het is een beetje, uh, een beetje zielig met momenten. Maar uh, neemt niet weg dat ik je wel een politiek talent vind. Ik moet je niet flauw verdoen. Wat hem. Althans, in de peilingen doet met die Socialistische Partij. Objectief gezien, het is niet mijn parlement. Heb je met niet... mij ooit al een gesprek gehad? Uh, twee keer vluchtig voor een, uh, uh, een debat. Dat was niet hartelijk. Dat was uit de hoogte. Dat was uh, gemaakt. Uh, dat is niet iets dat ik denk dat ooit echt ga klikken, ook persoonlijk. Het was iets heel stom. Hij begon net als voorzitter. Ik heb dat al gezegd als anekdote. En, uh, also, ik was 27. Hij was 27 toen hij begon als voorzitter. Hmm. Ik zei. Uh, Neem toch voldoende tijd, en, en voor jezelf, want het is meer slopen dan dat je denkt. Allemaal niet waar, dan komt het allemaal aan, ik zeg oké okay, goed. En ik zeg, twee, is er nu zoiets dat je denkt, um, uh, verdorie daar heb ik niet aan gedacht, dat moet ik nu laten nu dat ik uh, publiek figuur word. Nee, helemaal niks. Uh, uh, ik zeg, oké, okay. mijzelf was de verbazing, ik was 27, en ik kon niet meer echt publiekelijk dronken zijn met maten op café, gaan ja, en een tram ja. pakken naar huis, en er een dutje doen tot ik thuis ben, dat gaat niet meer. Een heel menselijk gesprekje, zoals dat wel gebeurt in de politici. is stapt in, zeg. En hij dat... kreeg zo'n antwoord. Ja. ja, maar ik drink sowieso eigenlijk nooit. Nee, dat trekt mm. me niet aan. Je gewoon... Dat is allemaal verkremd en gemaakt. Maar, want bij, bij Vooruit leeft er wel een soort vrees dat, dat men, met name vanuit Vlaams Belang zijn privéleven of uh, ja, de, de roddels die, die circuleren, dat die zouden misbruikt worden. Nee, dat zou in een boek moeten komen dan over uh, over uh, regeringsvorming bijvoorbeeld. <laughs> maar uh, nou, oprecht kan ik u daar ook over zeggen. Ik draai ja. nu lang genoeg mee in de wedstrijd. Ja. Je weet veel, je hoort heel veel. Maar nooit zal ik op die manier aan politiek doen. Hmm. Daar ben ik formeel in. Uh, omdat ik vind dat dat niet de manier is om politiek te doen. Je moet pol iemand politiek kunnen verslaan met argumenten. Wat iemand in zijn of haar privé doet. I couldn't care less. Als dat geen impact heeft op je uitvoerend mandaat. Is dat politiek irrelevant. Mm -hmm. Dat is de enige stelregel. Dus ik denk ook dat op acht jaar tijd men ook van mij als partij op niets daaromtrent kan betrappen van privéomstandigheden dat we op politiek zouden gebruiken. Oké, okay. um, je weet dus de klassieke slotvraag wat je het land toewenst. Dus ga ik ze dit jaar ook maar stellen. <laughs> ja, u blijft het ieder jaar maar stellen, maar ik heb niet veel meer het land België of de staatstructuur. Maar ik zeg niet dat het land België is, hè? <lacht> <lacht> structuur. Ik uh, well, ja, het het moet bijna in herhaling vallen. Ik koop een andere regering uh, voor dit land, maar daar bent u natuurlijk niks meer met twee keer hetzelfde antwoord. Wat wens ik het land toe? Um, een begroting op orde. Want dat is op het einde van de rit. Uh, is dat de, de hypotheek waarvoor onze kinderen en kleinkinderen iemand gaat ooit die putten moeten vullen? En je kunt de, de, de uitdagingen die of pas zijn al zo groot, ze je er een hoop schulden moet meeslepen, uh, mee, mee dat is eigenlijk onverantwoord. Ik vind dat eigenlijk, dat er zo cynisch wordt omgegaan in de wetstraat met zoveel miljarden schulden. Je kunt dat niet vatten zelfs. Ja, dat, dat, dat begrijp ik echt niet. Tom van Grieken, hartelijk dank. Graag gedaan.